Chris, jij bent de organisator hiervan. Hoe is de open dag tot nu toe bevallen en is er veel belangstelling? Nou, je ziet het. Het verbaast me eigenlijk. De opkomst is meer dan we gehoopt hadden. Wat is je belangrijkste boodschap om mensen uit die stoel te krijgen en naar de TTV te komen? Nou, we hadden al gezegd, ook in die publicaties, dat de sport zeer geschikt is voor ouderen. Je staat meestal alleen achter de tafel, dus de kans dat je gewond raakt is nihil. En je bent lekker in beweging. En bij de tafeltennisclub is er een goede derde helft altijd. Het is een belangrijk deel zijn de sociale contacten. Theresia, wat een mooie sport is dit eigenlijk, hè? Ja, ik vind het erg leuk. Waar doet u het voor de ontspanning of lekker in beweging te blijven? Voor beweging en ontspanning. Earth Griffith, jij bent net Theresia aan het begeleiden geweest. Jij bent een gigantische oude rot in het vak, positief bedoeld. Want jij tafeltennis al bijna je hele leven. Ja, ik ben op school begonnen toen ik een jaar of 14 was. En ben nu 74, dus 60 jaar. Dat is hartstikke goed. En ik heb heel veel plezier. Jij bent een van degenen die met dit balletjeskanon, wat het is voor tafeltennis, de robot, aan het werk bent. Dat is natuurlijk ook wel een mooie uitvinding. Ja, ik weet niet wie dat ontdekt heeft, maar ik vind het wel een schitterend apparaat. Wij hebben hem vroeger, ook toen wij de jeugd hadden, was het regelmatig in gebruik. Want je kunt de snelheid van de bal aanpassen, je kunt de richting van de bal aanpassen, je kunt de soort effect kan je aanpassen. Dus het is overal inzetbaar en vooral voor beginners is het een heel mooi middel om de basistechnieken te leren. Want dit is ook goed voor je conditie opbouwen. Als je 74 bent wel, ja. En je speelt nog steeds competitie? En ik speel nog steeds competitie voor de vereniging hier, ja. Ja, en welke doelgroepen ben je naar op zoek? Welke mensen zijn welkom? Mannen en vrouwen? Uiteraard mannen en vrouwen. Dat is natuurlijk een doorsnee van de maatschappij. Op dit moment hebben we besloten dat we onze doelgroep richten op de wat ouderen. De groep van 35 plus en de groep van 50 plus. Henk, je bent jarenlang lid geweest, een tijdje ertussenuit en nu weer terug. Waarom? Omdat ik gelezen heb in de krant dat het ook op woensdagmiddag zou gaan. En ik voelde wel wat voor om op de middaguren te spelen. Dat vind ik prettiger dan 's avonds. De club heb ik 40 jaar gespeeld en daarvoor ben ik op mijn 15e al begonnen met tafeltennissen. Toen woonde ik nog in Amsterdam. Het is wel een inspiratie voor jongeren en voor jongere ouderen die al mee te gaan doen, hè? Ja, zeker. Het is een sport die iedereen kan spelen. Je hebt er eigenlijk niet zoveel geld voor over om aan te schaffen. Je hebt een paar sportschoenen nodig, een korte broek en een shirt en je bent er. Wat is er zo leuk aan dat spelletje? Oh, dat is misschien moeilijk uit te leggen, maar als je het eenmaal gedaan hebt, dan heb je in de gaten dat je, zeker in het begin, dat je makkelijk beter wordt. Dan moet je je volledig concentreren op het balletje, dus dan maak je je hoofd lekker leeg. Krijgen degenen die komen, die nieuw zijn, die amper ervaring hebben, krijgen die nog begeleiding of training? Ja hoor, we gaan, als we nieuwkomers hebben, dan zijn het altijd recreanten. En tot nog toe hadden we alleen op de woensdagavond recreanten. Dat hebben we nu nog steeds. Maar we hebben nu speciaal, omdat ouderen soms moeite hebben 's avonds nog over straat te gaan, gezegd we gaan eens kijken of er belangstelling is voor overdag. Nou, ik heb al gemerkt, die is er. Dus we gaan dit overdag nog even doen en dan gaan we ze begeleiden. Wij als wat ervaren spelers kunnen makkelijk ons niveau aanpassen om een rustig balletje te slaan. Zo'n kanon wordt niet moe, maar jij wel? Ja, het is heel goed voor je reactievermogen wat er hier gebeurt. Ja. Want als het hier niet klopt, dan ben je te laat, ga je de bal missen. Dan is de vreugde eraf. Daarom haalt het jou zo scherp. Dankjewel.